Oh, toch een plezante tijd. Hier kom ik altijd tot rust. Oh, dat is eigenlijk echt zoiets van een preken nog. Oh, dat gaat plezant worden. Maar eerst, hè, een kerstje op doen. Een brief van de burgemeester. Beste Jefkin en Brekken. Ik verzoek jullie graag om naar het stadhuis te komen. Maar omwille van het teveel werk, zal ik het via deze brief laten weten. Ik zou graag hebben dat jullie dit jaar voor de kerst weer zorgen in het dorp. Hoho. Op de achterzijde staat alles uitgetekend. Alvast veel succes en bedankt. Met vriendelijke groeten, burgemeester Wim. Hoho. Dit moet ik aan Jefke laten weten. Die gaat heel content zijn. Eens even naar de Jefke bellen. Warning. Your boss is on the phone. Hallo Brugge, alles goed met u? Ja, goed, chefje. Ja, zeg voor deze nou, ik heb er al zin. Ik heb trouwens al een mooi cadeau. Ja, dat is goed. Ja, ja, en de drie heeft ook al een mooi cadeau gekocht. Dat is allemaal goed, chefje, maar daarvoor bel ik niet. Hoe? Nee. Ik bel voor omdat ik iets heel belangrijks te vertellen heb. Je moet onmiddellijk naar hier komen. Oei, het feest gaat niet door. Ja, nee, dan niet, Jefke. Ah, nee? En waarvoor dan wel? Kom gewoon dringend naar mij. Het is heel dringend. Moet dat je hier zijn, Jefke. Ja, oké. Tot ziens. Dag. Ja, dag. Die gaat wel content zijn. Zeg, Brengen, waar moet ik nu zo snel mogelijk komen? Ik moest nog eerst ik opdoen voor het feestje, hè? Jefke. Als je me nu even laat uitspreken, dan zal ik het vertellen. Ja, mag ik? Ja. Ja. Dus, Jefke, we hebben van de burgemeester een brief gekregen. En daarin staat dat wij voor het kerstsfeer mogen zorgen in het dorp. Wat? Ja, tof! Ja, zelfs het plan staat er allemaal bij. Kijk, dat gaat superleuk worden. Ja, ik weet het. Oh. Dan zullen we maar aan beginnen, hè, Jefke. Trek om, want ik heb er zin in. Jefke die zin heeft om te werken. Dat is iets speciaals. Kom, Brugge, we zijn er weg. Bon, Jefke, we moeten eerst een goede boom vinden. Laat mij maar doen. Ik ben de beste bomenvinder van heel het dorp. Ja. Dat ook, ja. Nu staan we al hoog genoeg voor een goede boom te vinden, hè, Jefke? Ja, dat is waar, Brugge. Maar waar, hè? Overal bomen. Ja, overal bomen. Brugge, ik denk dat ik een goede boom gevonden heb. Oh ja, Jefke. Dat is een grote boom, met veel naalden aan. Dat kan een ideale kerstboom zijn. Dat gaat een ideale kerstboom. Ik ga die al zagen. Ja, jij gaat die zagen? Ja. Allee, vooruit, dat is goed. Want jij kunt goed zagen, hè. Letterlijk en figuurlijk. Zal het gaan, ja? Ja, klopt. Ah, Jefke. Je zei precies mug. Ja, Brugge. De boom is helemaal gezaagd en klaar. Is klaar voor opgehaald te worden. Ja, dat is goed. Bon, dan kunnen we, ja, dan kunnen ze zo dadelijk die boom komen ophalen en dan gaan wij nu, ja, verder, hè. Ja, want in de boom moeten nog slingers en ballen en zo. Maar ja, Jefke, dat gaan we nu dus halen, hè. Hè? Heel goed. Allee, voor het kop. Ja, dat hebben we hier, Brugge, kom, hè. Meneer de burgemeester. Daar komt allemaal in op. Ja, meneer de burgemeester.
Voilà, chefke, dat was meneer de burgemeester. Ah. Ja, ja, en vroeg hoe ver dat we eigenlijk stonden. Hè. Ik heb gezegd dat we bijna klaar zijn. Nou ja, we hebben al een boom, we hebben al kerstbellen en kerstverlichting. Dan alleen nog paddenstoelen. Paddenstoelen? Dat hoort toch niet bij de kerstboom? Ah ja, nee, chefke. Niet een echte paddenstoel natuurlijk, hè, maar ik bedoel een verdeelkast. Maar jij zegt juist paddenstoelen. Ja, maar in de volksmond wordt een verdeelkast ook paddenstoelen genoemd. Ah. Voilà, chefke. Hier moet het zijn. Oh, dat gaat straks leuk worden, zelfs voor de buurt versieren en dan straks ons feestje nog. Oh nee, hè. Waarom nee? Dat je een feestje wordt? Nee, hè. Dat je gereden wordt? Nee, chefke, die poort is vast. Oei, ja, van jullie hebben geen paddenstoelen voor onze kerstboom. Ja, ja, verdeelkasten, ja. Ja, nee, hè. Oei, en nu was onze dag juist zo goed. Ja, ik weet het, chefke. Maar wacht eens. Ja. Wat is het? Een oude vriend van mij. Die heeft nog verdeelkasten. Dus ja, we gaan gewoon vragen dat we die mogen gebruiken. Hè. En dat komt toch alles in orde. Ah oh, ja, dat is waar. Ha, goed. Ja, je komt dan zijn we weg. Hè. Dan zijn wij, ja. Dan moeten we alleen ons laatste werkje nog doen. En dat is het teststalletje. Ja. Goed. Moet je met dit kerstal gaan maken. Chefke! Ja! Daar had ik een goeie liggen, hè? Ja, lach maar. Ja, zeg, de verdeelkasten zijn in orde, hè? Ah, dat is goed. Dus ja, nu moeten we alleen nog wat... Wow. Ja, de kerstal maken, hè? Ja. Hier. Ja, allee, kom. We hebben geen tijd te verliezen. Pak al een paar blokken mee. De nagels liggen al op het plein. Ja, hop, come on. En we zijn weg. Voilà, chefke. En? Ik ben klaar. Klaar? Ja, inderdaad, chef. En bedankt, Brekke, dat je zo'n goede kameraad bent. Merci, chefke. Jij is ook mijn beste maat. En vrolijk kerstfeest, hoor. Merci, man.